Hallo, welkom bij Garage Bakker. Mijn naam is Richard Brink en dit is een Renault Twingo 1,6 met 60 pk in de uitvoering dynamiek. Deze auto is van maart 2008. Hier de bagageruimte van deze auto. Dit is de minimale ruimte, dus met beide achterstoelen op de uiterste stand naar achteren. Hij heeft twee aparte verstellen achterstoelen, die zitten allebei op een rail. Die zijn dus allebei in de lengte te verstellen. Die zijn ook plat te klappen of eventueel helemaal naar voren te klappen voor nog wat extra ruimte. Hier onder de mat het reservewiel. Dat is gewoon een volwaardig reservewiel. Om goed achterin te kunnen stappen, klapt de stoel niet alleen naar voren, maar schuift ook nog eens een keer naar voren. Dus dan heb je een behoorlijk brede instap naar achteren toe. Achterin dus twee aparte verstellen achterstoelen, allebei met een hoofdsteun en met driepuntsgordel. En die kun je zowel in de lengte verschuiven als de hoek van de rugleuning, die is nog iets achterover te leggen eventueel. Als je de stoel terugklapt, komt hij gewoon in de oude stand weer terug. Die heeft dus een geheugen. Hier de bediening van de beide elektrische ramen. Bediening van de verlichting en de mistlampen. Koplamphoogteregeling en de regelbare dashboardverlichting. En de bestuurdersstoel heeft daar onder het hendel zitten van de hoogteverstelling. Midden voor het stuur zit een analoge toerenteller. Rechts naast het stuur dan het hendel van de ruitwissers met de regelbare interval en daaronder de stuurbediening van de radio. Je kan de radio dus met de hand aan het stuur met de vingertoppen bedienen. Aan de voorkant bijvoorbeeld volume, aan de achterkant is een draaiknopje voor de voorkeurzenders. Hier aan het uiteinde van het hendel van de ruitenwisser zit het knopje van het display. Het dashboard zelf zit centraal geplaatst bovenop het dashboard. Daar is nu de totale kilometerstand onderin te zien. Als ik op dat knopje druk, gaat hij naar de volgende stand toe. De dagteller in dit geval. Nog een keer drukken, de afstand tot de onderhoudsbeurt. Klokje. En hier zijn we bij de totaalstand. Alle waarschuwings- en controlelampjes zitten rechts van het dashboard. Alarmknipperlichten en centrale portiervergrendeling. Hier het verwarmingspaneel. Met airconditioning en een recirculatiestand. Daaronder de radio, dus een radio met cd-speler en hij heeft dus bediening aan het stuur zitten. Hier hebben we dan nog het dashboardkastje met de boekjes van de auto. En de passagiersstoel van deze auto is plat te klappen. Dit is een hendel voor aan de rechterkant. Je kunt dus plat klappen tot een tafeltje en dat kun je onder andere ook gebruiken om lange dingen door te kunnen steken, dus voor als je wat langs wil vervoeren. Hier de boekjes van de auto en de beide contactsleutels. De auto heeft twee volwaardige sleutels, dus allebei met afstandsbediening van de centrale portiervergrendeling. Kijk voor meer informatie over deze auto op onze website en graag tot ziens bij Garage Bakker.